Deze kanontype is gebouwd destijds in 1884 en werd gebruikt voor de bewaking van de splitsing tussen de Pannerskanaal en de Waal. Daar is een bouwtekening van teruggevonden en die hebben we dus gebruikt om deze kanon met hout te kunnen bouwen. De afmeting van de kanon is 3,75 meter lang, weegt 4,5 ton aan gewicht. En die heeft ook echt daar hier in de rivierbatterijen, 5 stuks hebben hier boven gestaan. Gaat u er ook echt mee schieten? Nee, schieten niet. Dat is verboden. U heeft een heel kanon nagebouwd, maar u mag er niet mee schieten. Nee, nou kijk, in de wetgeving is al duidelijk dat de wet staat niet toe dat er geschoten mag worden. Daar moet u ook helemaal van uitgaan dat het niet de bedoeling is. Maar vindt u dat niet jammer? Nee, absoluut niet. Maar wat we wel kunnen laten zien is dat ook met geluid, hoe het geladen werd vroeger en hoe de 5 bemanningsleden per kanon dus worden bediend. En dat zij daar onder persoonlijke omstandigheden, zonder beschermende middelen, het kanon moesten bedienen.